De Nederlandse glastuinbouw staat op dit moment onder grote internationale druk. Centraal staat duurzaamheid, kostenreductie, optimaliseren van werkprocessen. En dat is nodig de concurrentiepositie van Nederland in het buitenland op het huidige niveau te houden. De markt kan daarop inspelen door de technieken vanuit lean management, dat is een beproefde methode om werkprocessen te optimaliseren, om die te omarmen. Essentieel voor lean management binnen de glastuinbouw is de positie van de klant die aan het begin van de keten staat en daarin waardebepalend is. Lentus is in de Nederlandse glastuinbouw, maar ook internationaal actief op het gebied van het verzorgen van trainingen, op het gebied van tilt, techniek, management en uiteraard lean management. Leo van der Harg BV is een potrozenproducent die op jaarbasis 5 miljoen potrozen maakt voor de internationale markt. Door middel van de automatisering is het verpakkingsproces efficiënter geworden, waardoor we met minder mensen werken dan voorheen. Goede trainingen hebben alleen waarde op het moment dat je ze samen met de sector ontwikkelt. Daardoor kunnen die trainingen ook geaccrediteerd worden. Is er sprake van subsidie? Bij lean management is er sprake van open trainingen, maar kunnen trainingen ook op maat op het bedrijf worden verzorgd. De ondernemer moet zich gaan voorbereiden op de toekomst door zich voor 100% te verplaatsen in de klant. Wat wil de klant? Welke kleuren bloemen wil een klant? En op basis daarvan zal die overigens weer met behulp van lean management zijn processen moeten vormgeven. De belangrijkste ontwikkelingen vinden nu plaats in het buitenland, waar men de productie wil gaan opvoeren. Daarvoor is Nederlandse techniek nodig. En het Nederlandse bedrijfsleven kan veel geld gaan verdienen door lean technieken toe te passen in het buitenland.